Vandaag, 21 juni, is het Internationale Yogadag. Dus overal op de wereld wordt gezamenlijk yoga gedaan. Dus ik wil vragen of jullie je hand op je buik willen leggen. En adem even rustig in. Je buik zet uit. En op een uitademing van je navel weer terug richting je rug. Adem weer in. En weer uit. In. En uit. En gewoon door 3 keer heel simpel in en uit te ademen, heb je eigenlijk al een middel waardoor je direct rustiger wordt. En in 2004 ben ik begonnen met de yoga. En ik was heel erg druk in mijn hoofd. Ik was zwanger. Mijn zoontje van 2 sliep heel slecht. En ik had gehoord dat yoga je rust bracht. Dus ik dacht, dat ga ik doen. En ik ontdekte dat de ademhaling is een soort van cadeautje van het leven. Je wordt ermee geboren met de eerste ademhaling. En als je sterft, dan laat je het cadeautje weer los en blaas je je laatste adem uit. En dit vond ik zo fijn. En ik dacht, dit wil ik gewoon met heel veel mensen delen. En vooral met vrouwen die werken en gezin hebben en alle ballen hoog moeten houden. Dus ik begon met yogalesgeven in mijn eigen studio in Lelystad. En al snel wilde ik nog meer vrouwen bereiken en begon ik met online yogaprogramma's. Waarbij ik meer dan 3500 mensen heb bereikt in heel Europa en zelfs verder buiten. Nou, dit bleef niet onopgemerkt door yogadocenten. En op die manier help ik nu ook yogadocenten als yoga business coach. Waardoor ook zij hun klant kunnen vinden, zodat ze weten wat hun why is, waarom ze doen wat ze doen. Maar ook dat ze de yoga en spiritualiteit kunnen verbinden met de business. Zodat ze ook geld kunnen vragen voor iets wat ze leuk vinden om te doen en zodat ze ook weten dat ze het waard zijn. En op die manier kan ik indirect ook weer mijn missie uitdragen en nog meer yogaleerlingen bereiken. En die ademhalingsoefening in het begin, die was eigenlijk meer van mezelf. Ik had rustig op te praten. En ik wil gewoon zeggen, de adem is inderdaad een cadeautje. Dus open het en leef. Nou, we krijgen nu zometeen de dames van de MKB.